toon die op het ogenblik nog blijft klinken, is een van de 12, komt uit een van de 12 kastjes die op het ogenblik hier te zien zijn. En het is dus mogelijk om met deze andere kastjes nog meer van die tonen erbij te brengen, zodat akkoorden gevormd kunnen worden. Ik kan u dat even laten horen. Hier komt een lage toon bij, hier komt een hoge toon bij en hier komt een nog hogere toon bij. Dit akkoord van 4 tonen heb ik op het ogenblik opgenomen op een bandopnemer. En ik geloof dat ik zo voldoende heb, dus ik kan dit wel even uitzetten. Op aanwijzing van de componist kunnen we dus dit opgenomen akkoord op verschillende manieren bewerken en mee manipuleren. Ik wil jullie dus even laten zien door deze magnetofoonband snel op en neer te spoelen. Hierdoor verandert dus de toonhoogte van dit akkoord. Ik heb dat op deze bandrecorder geregistreerd en door nu hiervan een stukje uit te knippen, ook weer op aanwijzing natuurlijk van de componist, en de uiteinden van het stukje aan elkaar te binden, krijg ik een lusje. En dat lusje kan ik weer op een magnetofoon afspelen, waardoor dat geluid zich dus steeds blijft herhalen. Hier is dus dat lusje dat op een bandrecorder is vastgelegd. Ik zal u dit even laten horen hoe het geluid zich dus herhaalt. Dan hebben we nog de mogelijkheid om het geluid wat we juist gehoord hebben te vermenigvuldigen en op te tellen met deze machine. Behalve elektrische geluiden kunnen we ook natuurlijke geluiden opnemen en daarvan een lus knippen. Daarvoor laat ik u enkele voorbeelden horen. Ik heb hier namelijk een wekkergeluid, een voetstap, een friemelachtig figuurtje en een klok.